Wie is de slimste mens ter wereld? Wie blijkt de relativiteitstheorie als theorie te kunnen relativeren? Wie weet het antwoord op dit ethisch vraagstuk? Kan een pup die ooit een worst heeft gestolen later nog politiehond worden? Eén ding is zeker, het is niet Johan Cruijff. Hij verweerde zich dapper, maar verloor. Is het dan misschien Humberto Tan? Hij studeerde rechten, hij schreef boeken en werd Talpa's voetbaljournalist. Of is het Annemarie van Gaal? Zij leerde de Russische tijdschriften lezen en werd miljonair. En ze bedankte voor de functie van staatssecretaris. Zij worden uitgedaagd door Henk Schiefmacher. Als kunstenaar wordt hij reeds geroemd. Maar als hij vanavond wint, is dat ook voor hem de ultieme bekroning. Welkom bij De Slimste Mens ter Wereld. Goedenavond Henk, je bent de uitdager vanavond. De slimste mens ter wereld. Ga je het worden of niet? Ik heb geen idee. Ik doe altijd erg slim, maar of ik het dan ook ben, dat moeten we vanavond maar zien. Kijk eens naar je twee tegenstanders. Ja, nee, dat is een opponent wel. Hè? Ja, daar heeft er eentje namelijk een IQ van 148, heb ik begrepen. Wie is dat? De mijne is nooit gemeten. Nee, maar eentje heeft al 148, die naast je zit. Annemarie, jij? Ja. Niet om je een beetje bang te maken, maar het is zelfs heel lang lidwijs van mensen. Ik geloof dat wel. En fijn dat je er bent. Naast je zit Annemarie van Gaal. Ja, dat is duidelijk. Jij wordt het. Gisteren gewonnen. De slimste mens ter wereld met zo'n IQ. Wat denk je ervan vanavond? Nou, ik kijk bijna nooit televisie. Ik kijk geen films. Speel geen spelletjes. Leuk dat je er bent. Ja, dank je. Ik doe mijn best. Dus dat je hebt weinig vertrouwen in, als ik het zo hoor. Nee, ik doe mijn best. Heel goed. Mis je nog wat uit Rusland? Ja, ik mis wel heel erg de mensen. Ja, en de warmte en het ongelooflijke gastvrijheid, ongelooflijke vriendschap die je kunt opbouwen. En ik mis het land niet zo. Moskou is natuurlijk niet echt een fijne stad om te wonen. Wat dat betreft zit ik in Amsterdam wel helemaal op mijn plek. En nu, vanavond? Hier? Dus ik vind het bereng. Oké, ik wens je veel succes naast je Humberto Tan. Ja. Ik wist dat niet, maar jij hebt dus gewoon gestudeerd. Ik heb gestudeerd. Ik ben blond. Dat klinkt alsof ik verrast ben, zo bedoel ik het niet, maar ik wist dat niet. Ja, ik heb rechten gedaan. Wel 6 jaar heb ik erover gedaan, keurig. En ik heb zelf nog op advocaatkantoor gewerkt, een jaar. Bijna een jaar. Humberto, je hebt ook een kledinglijn ontworpen. En ik heb begrepen dat je een stropdassenabonnement bij jou kan krijgen. Wat is dat? Ja, je kan voor, als je €100 betaalt via de website www.humberto. Ja, waarom? Wel slim. Ja, natuurlijk. Dan krijg je voor €100 krijg je om de 3 maanden een stropdas thuisgestuurd. Uit Italië. Dat is het. Zijde stropdas. Fijne kwaliteit. Die ik uit heb gezocht. Dus je hebt er gewoon geen keuze. Je weet niet wat je kiest. Het lijkt me heel spannend. Humberto, fijn dat je er bent. En je betaalt van tevoren. Ja, goed zo. Noem de site nog een keertje anders. Goed, om toe te zien op een eerlijk spelverloop heeft elke quiz een jury. Wij niet, maar zijn kennis is soms grenzeloos. Zijn passies zijn dat zeker. Elke ochtend staat hij vroeg op en draait muziek met luidruchtige venders. Nu zelf in de rol van sidekick. Dames en heren, Rob Stenders. Ik begin bij Henk Schiefmacher met de eerste ronde van Slimste Mens ter Wereld. Net als de andere krijgt ook Henk een startkapitaal van 60 seconden. Je verdient tijd voor elk goed antwoord. En die seconden heb je nodig in het spel en mogelijk in de finale. Want we beginnen met 3, 6, 9. De slimste mens bezoekt per week zo'n 8 exposities en weet hoe het uitzendschema van de VPRO in elkaar zit. Maar volgt ook de laatste roddels rond de amoureuze aanvaring tussen Angelina Jolie en Brad Pitt. 15 vragen over zinvolle en ook minder zinvolle zaken des levens. Met het goede antwoord blijft de speler aan de beurt en elke derde vraag levert 10 seconden op. Henk, jij bent de uitdager. Ik begin bij jou met de eerste vraag. Je zit er helemaal goed klaar voor. Daar gaan we. Hoe vertaal je in het Nederlands de titel van het Russische literaire meesterwerk Vojna i Mir? Ik denk Oorlog en Vrede. Oorlog en Vrede is goed. Weet je toevallig door wie het geschreven is? Ach jezus, doe de volgende vraag. Maar moet hij er ook bij? Nee, die hoeft er niet bij. Het is geschreven door Leo Tolstoy. Juist. Annemarie wist het zeker. We gaan door naar vraag 2. We blijven bij Henk. Welk land kende in zijn rijke verleden legendarische koningen als
Erik de Goedhartige, Erik de Onvergetelijke, Siegfried Slangenoog en Sven Vorkbaard. Ik denk dat dat Denemarken is. Denemarken is goed. Wij moeten het in Nederland doen met Alex de Watermanager. Klinkt wat minder. Goed, we gaan naar vraag 3. We blijven bij Henk. Wat schrijft 97% van de mensen als ze een nieuwe pen krijgen? Geen idee. Geen idee. Hun eigen naam? Sorry. Je zei geen idee. Annemarie. Zijn eigen naam. Eigen naam is goed. We blijven bij Annemarie. Wat is het enige haar op het menselijke lichaam dat niet grijs kan worden? Okselhaar. Okselhaar is niet goed. Humberto. Schaamhaar. Schaamhaar. Verras me niet dat het bij jou vandaan komt, wou ik bijna zeggen. Is ook niet goed. Zijn neushaar? Neushaar is ook niet goed. Het is namelijk, vraag ik aan de allesweter Rob. Het zijn de wimpers. Ach, wimpers. Heb je daar nog enige verklaring voor, O Wijze? Nou ja, een verklaring. Eigenlijk kan iedereen zelfs met blond haar donkere wimpers krijgen. Ja. Dat houdt nooit op. We maken een gunstige uitzondering voor bijvoorbeeld de Duitse gezelligheidszanger Heino, de albino. Bij de albino schijnt het dan wel iets lastiger te zijn om donkere wenkbrauwen te krijgen. Dankjewel voor deze belangrijke bijdrage, Rob. We gaan door met vraag 5 en we zijn gebleven bij Annemarie. Daar gaan we. Vraag 5. De belangrijkste filmprijzen zijn de Academy Awards ofwel de Oscars. Maar hoe heten de Hollywood Awards voor de slechtste filmprestaties? Dat zijn de... Weet ik niet. Weet ik niet. Humberto? De Grapes. Grapes is niet goed. Ja. Henk? De slechtste filmprestaties. Tomato of zoiets, weet ik veel wat. Ik weet het ook niet. Je weet het ook niet? Hij is niet zo moeilijk. Het zijn de Golden Raspberries. Raspberries. Ja, dat was een vrucht. Dat was een vrucht. We gaan naar vraag 6. 11 jaar na het einde van de apartheid heeft de hoofdstad van Zuid-Afrika een andere naam gekregen. Tshwane. Maar wat was nou die oude naam? Weet ik niet. Humberto. De oude naam. De oude naam was Johannesburg. Dat is niet goed, Henk. Nou, dan is het Cape Town natuurlijk, hè? Nee, het is Pretoria. Het was Pretoria. Genoemd naar de oude boerengeneraal Andries Pretoria. We blijven nog steeds bij Annemarie. We gaan door naar vraag 7. Nou, ik vind Annemarie wel aardig, maar je mag wel bij mij blijven, hoor. Nee, we blijven bij Annemarie. We zijn allemaal fout. Vraag 7. Waar sloeg het hartje van de zangeres zonder naam op hol? Mexico. Mexico is niet goed. Humberto. Van een drol. Het wordt een heel raar programma, Rob. Het komt een beetje door jou. Henk. Daar moet je bij mij niet mee zijn. Met de zangeres zonder naam weet ik niks van. Jullie weten het alle drie niet. Als ik zeg tingelingeling, tingelingeling, aan de... Costa del Sol, tingelingeling. Sorry, was weggezakt. Sloeg haar hartje op hol. We blijven nog steeds bij Annemarie. We gaan naar vraag 8. Hoe heet de range waarop de gebroeders Ewing in Dallas hun ruzies uitvechten? South Fork. South Fork, en die weet je dan weer wel. Die is hartstikke goed. We blijven bij Annemarie. Jij had het goed. We gaan door naar vraag 9. Bij welk dier komt er bij een orgasme tot 1500 liter vloeistof vrij? Ik zou zeggen een orca. Orca is niet goed. Ik zou zeggen een blauwe vinvis. Dat is goed. Een walvis is goed. 1500 liter, maar dan is de hamvraag bij een mannetje of bij een vrouwtje? Ja, dat zou vast bij een vrouwtje zijn. Ja, als jij het zo vraagt, nee, dat zou niet bij het mannetje zijn. Nee, dat is niet bij het vrouwtje. Het was bij het mannetje. Ja, we blijven bij jou. We gaan naar vraag 10 bij Humberto. Welke knop vind je helemaal linksbovenaan op het toetsenbord van een computer? Escape. Escape is goed. We blijven bij jou. We gaan naar vraag... Wacht even. Dit is goed. We gaan naar vraag 11. We blijven bij Humberto. Van welk speelgoed heeft elk Amerikaans kind gemiddeld 8 stuks in huis? Poppen. Welk speelgoed? Stripfiguur, Walt Disney. Nee, is niet goed, Henk. Amerikaans kind. Dat zal Barbie wel zijn. Ja, Barbie. Oh. 1959 is het begonnen op een Amerikaanse speelgoedbeurs. En er kwam ook een donkere Barbie op de markt.
Ja. Ja, zegt Roberto. Goed zo, we blijven bij Henk. Henk Schiefmacher voor vraag 12. Wie heeft gemiddeld de snelste hartslag? Is dat een mens, een olifant, een muis of een kat? De kat, denk ik. De kat is niet goed. Wie heeft de snelste hartslag? Ik denk een muis. Annemarie. Jij zegt muis, dat is goed. Rob, de muis, hoeveel slagen? Ik weet het allemaal. Ja. Gemiddeld 500 slagen per minuut. Ik vind het een schande dat jullie dat niet wisten. Dankjewel, Rob. 500 slagen per minuut voor de muis. We blijven bij Annemarie en we gaan naar vraag 13. Welke popster heeft in zijn slaapkamer een schilderij hangen waarop hij staat afgebeeld als Jezus? Met apostelen als Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Thomas Edison, Albert Einstein, Walt Disney, Charlie Chaplin, Elvis en Little Richard. Om hem heen. Misschien Michael Jackson. Michael Jackson, ja. Het is een gok natuurlijk, maar het is goed. Who else? Hij heeft dat op zijn slaapkamer echt hangen. Nageschilderd van kinderfoto's, heb ik begrepen. Maar het is echt waar. We blijven bij Annemarie. We gaan naar vraag 14. De Koran door de wc spoelen is tot daaraan toe. Maar de ondervragers in de gevangenis van Guantanamo Bay gingen nog veel verder. Zoals het aanhoudend blootstellen van gevangenen aan het gekweel van een Amerikaans divaatje dat zich graag als slet profileert. Ken je de naam van de zangeres die dienst deed als martelwerktuig? De muziek werd dus continu gespeeld daar in Guantanamo Bay. Wie was Mariah dat? Carey. Mariah Carey had gekund wat mij betreft, maar is niet goed. Humberto. Ik denk dat ze dan gaan voor een ontzettende, uitdagende vrouw, Britney Spears. Het zit er misschien een beetje tussenin, Henk, want het is... Dan zal het mevrouw Jackson wel zijn. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Het was Christina Aguilera. Ah, ja. Nou, ja zeg. 24 uur per dag. Als je daar een bierenbank mee kan maken, dan... We gaan naar Annemarie voor vraag 15. Vraag 15, daar komt hij. Bij konijnen en hond. Ja, Pop. Even onderbreken, sorry. Ik vind dat die Amerikanen niet ver genoeg gaan. Met Christina Aguilera? Nee, joh. Christina Aguilera is gewoon echt wel te hachelen. Die heeft wel 1 of 2 aardige nummers. Celine Dion. Als ze er echt niet meer uitkomen, zeg ik Celine Dion. Of in het ergste geval Toosken, die hoeft er niet eens voor te zingen. Dan mag je niet om lachen, Reino. Het was een hele lieve collega van je. Een hele lieve collega. We gaan naar vraag 15 voor Annemarie. Vraag 15, daar komt het. Bij konijnen en honden is coprofagie de normaalste zaak van de wereld. Bij mensen iets minder. Het betreft het eten van iets heel bijzonders. Maar wat? Coprofagie. Eten van uitwerpselen? Dat was je tijd. Het was net te laat, Humberto. Het staat wel gelijk. Want het is... Eten van poep. Eten van poep. Eigen poep. Wist je het ook? Ja. Het is wel hartstikke goed. Jij krijgt er ook weer seconden bij. Henk, je staat laatste. Je hebt er niets bij gekregen. Je staat nog steeds op 60 seconden. Annemarie heeft er 20 seconden bij. Je staat op 80. Samen met Humberto allebei op 80 seconden. Ja, in deze ronde krijgt iedereen 1 vraag. En bij elke vraag horen 4 kernwoorden die ieder 20 seconden opleveren. Maar zolang de kandidaat aan de beurt is, loopt zijn eigen tijd en verliest hij dus ook seconden. En als hij niet alle kernwoorden vindt, dan gaat de beurt over naar de volgende. En voor de vragen zijn we langs geweest bij Rick de Leeuw. Ooit zanger van de Truckener Keks, tegenwoordig dichter en voetbalkenner. Jan Mulder, ooit voetballer bij Anderlecht en tegenwoordig schrijver en voetbalkenner. En Urbanus, ooit Belg, tegenwoordig komisch multitalent. Maar of hij voetbalkenner is, Henk, we beginnen bij jou. We beginnen bij de laagste. Jij mag kiezen van wie wil jij de vraag? Kijk, de Leeuw die doet altijd veel te moeilijk. Urbanus versta ik niet, dus geef mij Jan Mulder maar. Geef mij Jan Mulder maar. Daar komt hij. De vraag van Jan Mulder. Johan Cruijff. Alleen de naam al bezorgt me een soort sentimentele ontroering. Het is de beste speler die ik ooit heb gezien. En de beste speler waar ik ooit mee heb gespeeld. En hij heeft na zijn carrière heeft hij nog weer een grote carrière gemaakt. Door als voetbalcommentator onnavolgbaar mooi Nederlands te spreken. Of helemaal op zijn eigen Cruijffiaans. Het is een genot voor het oor en het oog. Johan Cruijff, de grootste balletdanser alle tijden op voetbalschoenen. De vraag is nu, wat weet u van hem? Henk, we zijn dus op zoek naar de 4 kernwoorden. Wie is Johan Cruijff?
Oké, nou, hij, Cruijff is in Betondorp geboren in Amsterdam. Is een van de uitvinders volgens mij zo'n beetje van het straatvoetbal daar. Heeft jarenlang nummer 14 gedragen bij Ajax. 14 is goed. Speelde bij Barcelona. Is daar ook later trainer geweest bij Barcelona. Ik moet hem, geloof ik, als de bliksem doorgeven, want ik weet het al lang niet meer in één keer. Ja, nee, ik weet het niet meer. Jij stopt, Henk stopt. We gaan over naar Annemarie van Bertel. Kies voor Annemarie, we staan gelijk. Jij mag hem overnemen. Hij heeft een vrouw die heet Dani. Hij heeft een zoontje die heet Jordi. Hij heeft een broer die Estelle... Heet? Die met ja, Estelle. Die Estelle als dochter heeft. Die is getrouwd met Ruud Gullit. Stop. Nou, Humberto, dat is een eitje voor je. Johan Cruijff, aanvoerder van het Nederlands elftal. Rinus Michels getraind. Hij heeft onder Barcelona getraind. Kampioen geworden, Europa Cup 1 geworden met Ajax, maar ook met Barcelona. Hij heeft varkensfokkerij heeft hij ingezeten. Teruggekeerd bij Ajax. Wat Haarlem doet hij nog gescoord. Meer? Hij heeft gerookt. Hij is nooit bondscoach geweest zelf. Hij is in Amerika heeft hij gevoetbald. LA Aztecs heeft hij gespeeld. Hij heeft bij in Levante heeft hij gespeeld. Let op je tijd. Heeft... Let op je tijd. Stop. Stop. Nou ja. En toch is hij niet zo moeilijk als je het zo ziet. Want waar zochten we nog naar? De Johan Cruijff Foundation. Okay. Daar doet hij heel veel goede dingen mee. En ja, dat heeft hij ook uitgevonden. Ja, okay. Nul over zijn taalgebruik. Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Dat was Johan Cruijff. We gaan door naar het volgende fragment. En ik ga vragen aan Humberto. Rick de Leeuw. Of Urbanus? Van wie wil je de vraag? Ik neem Urbanus. Urbanus, dan komt Urbanus hier met jouw vraag. Een kerktoren wordt omhoog getrokken door een kraan. En een auto wordt opgekriekt met een kriek. Maar wat weet u over Viagra? Het is mooi om daar op deze manier te komen. Humberto, het lijkt me. Ook weer een makkie voor je. Viagra, daar gaan we. Viagra is een erectiemiddel inmiddels door Pfizer op de markt gebracht. Zo, het is, oorspronkelijk was het voor een ander middel bedoeld dan het uitbrengen. Voor antidepressiva bij Vietnam-veteranen. Het is een blauw tabletje. Ja. Het, is, werkt maar, het werkt niet meteen, het werkt pas na een dag of wat. het is... stop. Stop. Pil had je al gezegd, dus die was ook goed. Na jou staat Annemarie met 66 seconden. We zoeken nog één woord. Daar gaan we. Meer weet ik er niet over. Stop. Nou, dat kan je niet menen. Echt serieus? Oh, als je het woord... Is lekker, mijn vriend. Henk, kom maar op. Ik weet alleen als je ze niet snel genoeg doorslikt dat je een stijve nek krijgt. Ja! Heel goed. Stijf, dat was het woord wat we zochten. Heel goed. Rob, Viagra wel eens gebruikt? Tuurlijk niet. Nee, tuurlijk niet. Daar weet ik helemaal niets van. Je neus wordt lang, Rob. Viagra. Oké, okay, we gaan naar het laatste fragment. Annemarie, Rick de Leeuw, oud-zanger van de Truck naar Kerk. Zo komt hij. Iedereen krijgt zijn 15 seconden roem. Dit zijn mijn 15 seconden roem. Ik ben op televisie. Nu. Nu. Die roem is ons beloofd door Andy Warhol. Wie was dat? Andy Warhol. Huh? Annemarie van Gaal, wie is Andy Warhol? Een Amerikaanse kunstenaar die Reigning Queens heeft gemaakt. Veel met fotokunstwerken, paint, paintbrush, Studio 54, die tijd. Hij was homo. Stop. Stop. Henk, ik ga nou, naar jou. Hij, Andy Warhol. Warhola heette hij eigenlijk van huis uit. Hè. Hij is nog een Rus, geloof ik zelfs. En hij heeft een blad gehad, onder andere het interview heette. Is een pop-art kunstenaar. Is een man van zeefdrukken, van de series. Brillo, maar ook alle grote sterren. Ik heb geen idee wat jullie verder nog achter die twee wazige vlekken zoeken. Dus ik ga hem lekker doorspelen naar mijn buurman hier. Henk stopt, Humberto.
Campbellsoep. Hij was blond, droeg een bril. Goed zo. En was pop art is al genoemd. En hij was ook trendzettend. Blond zei stop. Blond? Ja, blond ook. Ja, zei ik ook blond, nog, ja. Dat zei je. Ja. Dat was bijna goed, maar het was meer dan blond. Het was echt wit haar. Dat was wat hem zo markant maakte. Om te beginnen, ik ben bij hem op visite geweest. Hij had drie kleuren haar. Je moet rekenen houden, ik ben donker, hè, dus ik zie dat anders. Ik ga even naar, dat is mooi, daar hebben we Rob voor. Rob, is blond hetzelfde als wit haar? Nee, ik kan het helaas niet goed rekenen, Humberto. Sorry. Ik dacht Heino. Henk, nee, ja, hij heeft er wel wat van weg, dat klopt, ja. En zat ook wel een beetje in de muziek. Want een van de meest legendarische bandjes heeft hij onder zijn hoede gehad. Dat was de Velvet Underground met Lou Reed, John Cale erin. En de beroemde dame Nico. Zij was zo knap dat ze besloot uiteindelijk zichzelf te verminken. Ik zou willen dat ik die keuze had, maar zij is uiteindelijk neergevallen op een fiets in Amsterdam. Dat was Nico. Van de Velvet Underground. Van de Velvet Underground, ja. Die Andy Warhol onder zijn hoede had. Ja, dat was een ideetje. Velvet Underground was een ideetje van Andy Warhol. Het is een beroemde cd geweest, of een LP toen nog, met de banaan erop. Ook van Andy Warhol. En daar hebben ze uiteindelijk eigenlijk helemaal niks van verkocht. Maar 100 jaar na dato, alle critici, welk popblad dan ook in Amerika, Rolling Stone, Billboard, Engeland, daar is het altijd uitgeroepen tot een van de allerbeste albums aller tijden. Ook het Rolling Stone logo. Is dat van, ja. Ja, dankjewel voor deze laatste toehoring. Henk, we gaan even naar de tussenstand kijken, want ook deze ronde zit er weer op. We beginnen onderaan. Ik zie Annemarie van Gaal met 66 seconden. Daarna Henk Schiefmacher met 78 seconden en 4 aan de leiding. Die beide hand van Humberto Tan met 108 seconden. Ja. Ja, we weten nu dat pop art, wit haar en soepblikken de rode draad vormden in het leven van Andy Warhol. Maar in de puzzelronde zoeken we 3 andere verbanden waarvan de 4 kernwoorden al op het scherm staan. Wel een beetje door elkaar gehusteld. Het wordt dus puzzelen om telkens 30 seconden te verdienen. En hoe langer je nadenkt, des te meer tijd je weer verliest. En ik begin weer bij de laatste uit de tussenstand. En dat is Annemarie met 66 seconden. Jouw puzzel, daar komt hij, begint met 44 dubbel D en eindigt bij zangeres. Denk aan je tijd. Scharrelkip. Kip is goed, ja. Kip is goed, daar zag je het. Pamela Anderson. Noem de woorden op die erbij horen. Ja, voor Didi en blond en zangeres en country. Hoe heet zij nou? Parton. Goed Dolly zo, Parton. Dolly Parton is goed. We zoeken er nog één. Dat is een film. We hebben nog 4 woorden over. Raket, we have a problem. Stop. Stop. Je was er heel dichtbij. Ja, film. Als we het laten zien, weet je het meteen. Ja. Want wat is Tom Hanks, We Have a Problem, Raket in Houston, is Apollo 13. Ja. Dat was de naam van de film. Met blond en country zangeres had je goed, Dolly Parton. Het is ook een zakenvrouw. Ze heeft Dollywood als een soort pretpark waar je naartoe kan gaan. En ze heeft haar boezem, 44 dubbel D, je hebt het gecheckt. Heeft ze verzekerd, Rob? Ja, en dat gaat eigenlijk best goed met de carrière van dubbel D. Dolly heeft natuurlijk ook een paar fantastische filmrollen gespeeld. Ik weet niet waarom, maar ik verdenk Henk ervan dat hij The Best Little Whorehouse in Texas wel eens gezien heeft. Geweest zelfs nog geweest. En het heeft eigenlijk misschien ook wel met het andere onderwerp te maken. The Chicken Ranch. Ja. En dat is Best Little Whorehouse in Texas. Ja. Dat speelde zich af in The Chicken Ranch. Nou, je had het ook over de kippen. Dus ik vermoed dat we toch voorzichtig moeten zijn met de chickies. Want anders heeft Rob Oudkerk straks niks meer te eten. Die begrijpt niemand. Kan je nalezen op teletext. Ja, dankjewel. Niet op de Theems weg, hoor, Dolly. Ja. We gaan naar de tweede puzzel. En die is voor Henk Schiefmacher met 78 seconden. Daar komt hij ook voor jou weer 12 woorden. Begint bij box en je eindigt zand. Wat is een kale voetbalscheidsrechter? Wereldkampioenschap op voetbal. Had je zo'n kale voetbalscheidsrechter? Ja. Heet die Pierluigi of is dat die man? Ja, scheidsrechter Pierluigi, klopt. Italiaan, klopt, hoort erbij. Hoe heet hij? Wat is dat dan? De Europese kampioenschap, de wereldkampioenschap, het strafschoppen. Noem de naam, noem de woorden even op, Henk. Voor de andere dan. De oase in de band van de ring. Ring is goed. De ring. Boksring. Oké, Italiaan of Kaaloase scheidsrechter. Wat zit ik nu toch in vredesnaam nog te doen? Zand, oase, woestijn. Goed zo.
En dat, ja, voetbal is dat misschien. Of, Hoe heet die man? Je was dichtbij. Nee, ik ken die man. Ik weet niet hoe die man heet. Dus dat hoef ik niet naar te zoeken. Ik weet echt niet hoe die heet. Dat betekent stop. Ja. Hij heet Pierluigi Collina. Collina. Hij is gestopt, hè, inmiddels. Hij is gestopt. En het mooie is, Roberto, dat weet jij, hij kreeg een ontzettend grote sponsorbedrag. Ja, ook dat. Hij werd gesponsord toen hij nog floot. En hij is ook nog nu gestopt, omdat hij weer gesponsord werd door een automerk. En dat mocht niet van de Italiaanse Voetbalbond. Werd hij teruggezet naar de Serie B. Dat wilde hij weer niet, want de beste scheidsrechter van de wereld gaat niet in de Serie B fluiten. En nu is hij bemiddeld werkloos. Jullie lijken wel een beetje op elkaar. Ja. Ja, klopt. Gek genoeg. Hij is wel lelijk. Dat vind ik ook. Arbeid, we hebben nog één puzzel te gaan. En we gaan naar Umberto, die staat bovenaan met 108 seconden. Ook voor jou weer 12 woorden. Jij begint bij Amerikaans en je eindigt met zout water. Zoutkeerkring. Zee, schrijf... Zee is goed. Zee, boek, schrijf, Amerikaans, schrijver... Amerikaans-Iers schrijver. Tropic Cancer, wereldrecord. Guinness Book, World Records. Guinness heb je heel goed. Amerikaans schrijver, Sexus, Tropic Stop. Ja, die laatste. Je was eigenlijk heel dicht in de buurt. En zeker met dat Sexus, Nexus, Plexus. Dat is een trilogie van de schrijver Henry Miller. Oh ja, getrouwd met Marilyn Monroe. Is dat zo, Rob? Sorry. Henry Miller, jij bent expert. Ik was even... Rob, wij doen hier een quiz. Ja. Jij zegt af en toe wat. Ja. Was dat niet Miller, die met Monroe was getrouwd? Arthur. Arthur Miller. Dat was hem, ja. Zijn broer. Heel goed, dat was de laatste puzzel. We komen steeds verder. Straks weten we wie is de slimste mens ter wereld. We gaan kijken. Henk staat onderaan, nog steeds 93 seconden. Annemarie op 101. En 4 aan de leiding, nog steeds. Umberto Tan met 150 seconden. Ja, een lijstje wereldrecords is onbegonnen werk. Zo is er een Russische die met het aantal kinderen baren in de boeken is terechtgekomen. Voor diegenen die de rondetijden willen opschrijven. Ze kreeg 69 kinderen tussen 1725 en 1765. Onze kandidaten hebben gelukkig minder tijd nodig om de 3 lijstjes af te strepen. Elk juist antwoord levert 10 seconden op. En bij een fout antwoord lig je eruit en mogen de anderen dus verder spelen. Henk, ik begin bij jou. Ik begin weer bij de laagste. Je krijgt dus een lijstje wat je moet afmaken. Noem 1 antwoord tegelijkertijd op en dan gaat de beurt naar de volgende. Daar komt hij. Een echte man kan niet overleven zonder zijn Zwitsers zakmes. De Swiss Champ is het meest uitgebreide model van de Swiss Army Knife dat fabrikant Victorinox verkoopt. Met 24 verschillende uitvouwbare onderdelen in 1 zakmes. Maar welke onderdelen zijn dat nou, Henk? Grote schroefdraaier. Grote schroefdraaier is goed. Kurkentrekker. Kurkentrekker. Groot mes. 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 Groot mes, goed zo. Het nagelveldje. Nagelvel. Nagelvel, klopt dat? Vel is goed. Nagelschaartje. Nagelschaar. Klippertje. Schaar is goed. Pincet. Pincet, zit dat erin? Henk. Het flesopenertje. Flesopenertje. Annemarie. Tandenstoker. Tandenstoker. Shit, die had ik bewaard. Tandenstoker zit er ook bij. Kleinmes. Kleinmes. Heel goed. Henk. Priem. Priem. Wat zo, jongens? Een vuiltje. Een? Vuiltje. Een vuiltje. Vuiltje staat er vuiltje. Al. Vel. Oh. Vel staat er al. Annemarie is oud. We gaan door met Humberto. Kleine schroeven draaien. Goed zo. Die is mij te slim. Kleine schroeven draaien. Denk aan je tijd. Ik. Roep wat, Henk. De grote kunnen trekken tegen, weet ik niet meer. Ik weet het niet meer. Henk is uit. Humberto, je mag net zo lang doorgaan om punten nog te maken. Oké, grootmes, kleinmes, vel, nagelknipper. 1 ding zeggen wat er nog niet op staat. Oh, nagelknipper. Nagelknipper. Ik weet niet, een nagelknipper is niet goed. Laten we even kijken waar we nog wel naar zochten. 24 stuks. Een balpen, een bijtel, een blikopener, een haak. Balpen? Kniptoon. Geloof het of niet, het is zo. Het is wel een ding van een halve meter dik, maar goed. Een zaagje, ja. Dit zit er allemaal in. Een naaldje. Nou, ik heb er heel veel gehad. Ja. Oké. Een balpen heb ik nog nooit. We gaan door naar vraag 2.
Henkje staat nog steeds onderaan, dus ook deze mag jij beginnen. Daar komt hij. Met weemoed denkt menig Hollander terug aan die rustieke monetaire wereld waarin wij leefden voor de euro. De uitbreiding van de eurozone staat voor de deur. Waarschijnlijk stappen in 2007 allerlei nieuwe landen in het avontuur. Maar goed, met welke munten betaalden we vroeger in de 12 landen waar we nu met de euro betalen? Ik wil de muntsoort en het land horen. Henk, begin bij jou. De Duitse mark. De Duitse mark. Belgische frank. Annemarie. Peseta. Spaanse peseta. Heel goed. De Franse frank. Franse frank, natuurlijk. De Nederlandse gulden. Belgische frank. Oh god, ik kan niet lezen. Heel goed, Humberto. Hij staat er al ja, bij eruit. Ja, ik kan niet lezen. Henk, jij mag door. Italiaanse lire. Italiaanse lire. Shit, ik heb gewoon een soort blackout. Achter mij zijn ze druk mee aan het doen. Kronen. Sorry? Noorse kroon. Noorse kroon. Ja. Is niet goed. Henk? De Oostenrijkse shilling. Dit gaat lekker. Je mag er nog één noemen. België hebben we gehad. Duitsland. Wat hebben we nog meer onder liggen? De... Ik weet het niet. Ik ben er niet. Laat maar. Maar stop. Stop. Heel goed. Welke hadden we nog meer? De Finse mark. Die vond ik moeilijk. De Griekse drachma had je kunnen zeggen. Ierse pond. Escudo. Ik zag naar de Portugese. Ik wist niet. Portugese. Escudo. Dat waren ze. Ja. Als je het ziet staan, denk je, ja, dat had ik kunnen weten. We gaan door naar de volgende vraag. Begin jaren 80 vormden Gordon Sumner, Andy Summers en Stuart Copeland het immens populaire trio The Police. Een hele, hele serie hits als gevolg. Ze werden in 1992 verzameld op The Police Greatest Hits. Maar welke 16 nummers staan nou op dat verzamelalbum van The Police? Henk, ik begin bij jou. Ik neem aan dat Roxanne erop staat. Roxanne. Annemarie. Juist. De Police. Ja, met Sting. Ja, een Englishman in New York, maar ik denk dat dat na die tijd was. Staat er niet op. Message in the Bottle. Ja. Natuurlijk. Ja. En daar hield bij mij het leven op. Henk, denk. Kan ze bijna allemaal meezingen, dat weet ik zeker. Stop. Stop. Over die stop. Hele stop. Ik heb ze eruit. Echt allemaal mee kunnen Humberto, jij bent nog erin. Je mag, er zijn nog zoveel titels die je kan ja, doen. Ja, gaan. Maar ja, waarom zou... SOS. Stop. Geen idee. Stop, geen idee. Nou, dan vind ik het eigenlijk wel leuk, Rob, als jij ook nog even meedoet met deze. Ja. Maak hem maar af. So lonely. So lonely. So lonely. So lonely. Ja, ik zing ze wel. Je zegt juist, ik zing ze wel. Ja. Even een moeilijke dan. Invisible Sun. Heel invisible. Ja, dat is wel goed. Synchronicity. Oh, dat is een mooie, Humberto. Ja, even die is horen. Heel mooi. Laat ja, even horen. Ja, die is fantastisch. Goed zo. The bed's too big without you. Oh ja. De klassieke Walking on the Moon. Ja. Kom op, Annemarie. Mag ik van jou even zetten? Walking on. Op de stip voor Reinoud. Walking on. Walking on. Laat de rest maar even zien, jongens. Want er zijn er nog zoveel. Can't stand losing. Do-do-do-do-da-da. Nee, ook allemaal. Tienes her, wat nooit van gehoord. The bed's too big without you. Dankjewel. Dankjewel. Schat. Dat was de laatste vraag van deze ronde. Ja, als je het ziet, Henk, dan denk je, hé, ik weet het. Maar je hebt het niet zo goed gedaan. Je staat nog steeds onderaan. 126 seconden, Annemarie als tweede. En nog steeds bovenaan, Humberto Tan. We gaan naar ronde 5. We krijgen hier een fragment te zien waarop 5 antwoorden te geven zijn. Voor het eerste antwoord win je 10 seconden. Voor het tweede 20, dan 30, 40 en tenslotte 50 voor het laatste. De kandidaten gaan allemaal een beetje rechtop zitten, want het is inderdaad de ronde waar het om gaat. Er zijn veel seconden te winnen. We weten na deze ronde wie in ieder geval slimste mens ter wereld is geworden. En we gaan beginnen. 450 seconden te verdienen. Ik begin weer bij degene die als laagste staat. Dat is Henk. Henk, hier komt jouw fragment.
Henk Schiefmacher, wat is jouw verhaal bij dit fragment? Ik heb geen verstand van voetbal, maar volgens mij was het Diego Maradona... die met zijn hand een bal intikt. En daar wordt later van gezegd de hand van God. Hè? Hij is een vervent cocaïnegebruiker lange tijd geweest. Ik zie geen ping. heeft op dit moment een schijnt de meest fantastische talkshow in Amerika, in Midden-Amerika, Zuid-Amerika. Denk aan dit fragment, hè? Te hebben. Deze wedstrijd tegen wie? Dat was ik volgens mij is tegen een ander Zuid-Amerikaans team. Maar dat weet ik niet. Ik ben geen. Als ik aan dit fragment moet denken, dan kan ik daar verder niks over zeggen. Stop. We zoeken nog drie kernwoorden, Annemarie. Brazilië, wereldkampioenschap. Ik zag een groen grasveld. Stop. Het klopt wel, maar we waren er niet op zoek. Nou, Humberto, maak hem af. Diego Armando Maradona. Boca Juniors, Argentinië, nummer 10, heeft hij ook een talkshow. Hij is naar Europa gegaan met Barcelona en Napoli. Is daar wereldkampioen geworden. Heeft in de finale gespeeld in 1990. Is geschorst geweest. En hij speelt tegen Engeland, waarin hij met de hand van God scoort. En stop. Engeland was natuurlijk hartstikke goed. Weet je nog, hierna, na Engeland... Tegen België heeft hij ook nog gespeeld. Tegen België? Ja, en toen vervolgens hebben ze in de finale hebben ze grandioos gewonnen van... 86. Alles is voorbij. 86, Duitsland was het. Duitsland, natuurlijk. Het laatste kernwoord 90, waar we WK naar zochten was, 86, heel WK simpel. WK Mexico, want daar speelt het zich af. Er zijn veel secondes te voorzien, ik heb het al gezegd. Ik wil even kijken, voordat we naar de volgende vraag gaan, naar de tussenstand. Nek aan nek, onderaan. 117 voor Henk Schiefmacher en 123 voor Annemarie van Gaal. Vlak bij elkaar. En Humberto staat bovenaan met 240 seconden. We gaan door met het volgende fragment. En dat is voor Annemarie van Gaal. Komt een Duitser aan, Arie. Op de fiets met een geweer zo. Steek over zijn schouder uit met de bajonet erop. En een helm. En een helm op zijn hoofd. En die vraagt aan mij. Ik was 15. Hallo, boeben. Ik zeg hallo, hè. Altijd beleefd blijven, had ik wel geleerd van vader. Wo is de Bahnhof? Wo is de Bahnhof? Vraagt hij aan mij. Wo is de Bahnhof? De Bahnhof betekent dus, der Bahnhof is het station in het Duits. Dat wist ik. Geen wist dat niet. Geen kende nog geen Duits. Ik niet. Ik ook nog niet, maar ik wist wel dat de Bahnhof station was. Wat zei jij toen, Arie? Dus hij vraagt, waar is de Bahnhof? En de Bahnhof is daar. Aan de andere kant, daar ligt de Bahnhof. Maar ik dacht, nou komt het erop aan. Nou of nooit, nou kan je wat doen. Arie Temmes, nou kan je wat doen voor het vaderland. Dus ik zei, do is de Bahnhof. Do is de Bahnhof. Do is de Bahnhof, zei Arie. En hij zei, dank u. En hij ging... peddelen in de foute richting. Had ik hem dus de verkeerde kant op gestuurd. De Bahnhof is do. Want de Bahnhof is daar, station. Jij wist. Arie zegt, ijskoud, 15 jaar. Maar goed dat ik er stond, maar goed dat jij daar niet stond met zijn Engelse ziekte. Want jij wist geen eens wat de Bahnhof was. Ik wist niet wat de Bahnhof was. Ik wel, ik wist dat Bahnhof station was. En dan vraag ik me nog af of ik het gedaan heb. Dat ging zo nog even door. Prachtig om terug te zien. Annemarie van Gaal, gaan we veel seconden. Vertel het maar. Verkoot en de Bie. Satire, VPRO, zondagavond was het volgens mij. Stop. Stop. Oké, ik ga door met Henk. Die staat namelijk onderaan met 117 punten. Seconde. Henk. Ja, het simplistisch verbond. Goed zo. Hè, en, het speelde zich af in een tuinhuisje. Kees van Kooten in de Bie. Simplistisch verbond. Van S en de cliché mannetjes. Ik weet het even verder niet. Stop. Humberto, maak hem af. We zoeken nog twee kernwoorden. Maak hem af. Nou, ik moet zeggen, alleen Nederland 3 weken nog en eventueel vieze mannetjes. En dan zeg ik gewoon stop, want ik heb geen idee met die twee mannen. Ja, eventueel vieze mannetjes. Ja, ik zeg gewoon eventueel Den Haag. Het is natuurlijk echt de Haagse humor. Ook zoals ze net aan praten waren. Dat was echt Den Haag tegenpartij. Hadden we kunnen zeggen. Ja. Dat was hem. Kijk op de week. Daar kwam het vandaan. Tussenstand, daar komt hij. Henk 122, Annemarie 145, Humberto op 236. En we gaan naar het laatste fragment. Let goed op je seconde. Je kan hier nog alles in corrigeren. Let ook goed op je andere tegenspelers. We gaan naar het laatste fragment. En die is voor Humberto. People have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. I've earned everything I've got. But as president, I must put the interests of America first. Therefore,
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Ja. Ja, dit is Richard Nixon, naar aanleiding van de Watergate-affaire die gepubliceerd is in de Washington Post. En zijn opvolger is Ford geworden. Hij is de eerste president die op die manier moet aftreden. Impeachment. De journalist is van Washington Post een stop. Ja, dat ging wel goed al. Ik ga door naar Henk, je staat onderaan. Ja, Tricky Dicky heette die man, hè? Hij is ook heel actief geweest in de McCartney tijd als communistenjager. En dat hele Watergate, de Washington Post kwam als eerste met die verhalen. Hoe die twee mannen ook precies heten, weet ik ook niet. De plumbers in de White House. Ik ga ermee stoppen. Annemarie. Dustin Hoffman speelde een van de journalisten van de Washington Post. Stop. Daar, iedereen was er zo dichtbij. Ik dacht, die uitgever die weet het. Zeg maar, Humberto. Woodward en Bernstein, dat was het. Dat waren de journalisten. De Cubanen die zijn ingebroken in Washington. Ja, maar Woodward en Bernstein, dat zijn de journalisten van de Post die erachter zijn gekomen. Deep Throat. Deep Throat. Deep Throat. En Republikein. Ja. Dat is het hele verhaal. Deep Throat, ik heb er een andere associatie bij. Ja, dat is een hele culturele opvoedkundige film. Deep Throat, een echte porno-klassieker. Waarschijnlijk zelf nog goedgekeurd door J. Edgar Hoover. Toch een lange tijd directeur geweest van de FBI. Liep gezellig rond in vrouwenkleding. Hij deed het met kleine jongetjes. Maar dacht wel dat communisten de hel op aarde waren. En dan hadden we natuurlijk Deep Throat, dat was een codenaam. Lange tijd is die codenaam geheim gebleven, althans voor wie die stond. Wie was nou Deep Throat? Dat is die Louis Patrick Gray geweest. Directeur ook van de FBI. Hij was de opvolger van J. Edgar Hoover. En hij bleek uiteindelijk dus degene te zijn, het lek, die hele affaire aan de gang kreeg. Waardoor Richard Nixon uiteindelijk moest zeggen: sorry, ik heb jullie allen voorgelogen. Tot ziens. Na deze ronde weten we in ieder geval wie er de slimste mens ter wereld is geworden. Hij heeft er hard voor gestreden. Hij heeft het eerlijk zelf verdiend met 253 seconden. Absoluut bovenaan. Dames en heren, de slimste mens ter wereld, Humberto Tan. Dat voelt lekker, zeg. Dat voelt zo lekker. Dat voelt zo lekker. Helemaal in België, de slimste mens ter wereld. In ieder geval van de Benelux. Van de Benelux ben jij de slimste mens. Humberto, je mag blijven zitten. Ja. Morgen zien we jou in ieder geval weer. Ja, maar er is nog één van de twee die naast je zit. Die zit morgen ook naast je. Maar daar moeten we nog even mee spelen, want jullie gaan het tegen elkaar opnemen in de finale. Vanaf nu gaat het dus tussen jullie beiden en de seconden tikken alleen nog maar af. Wie het eerste tijd van de ander op 0 seconden krijgt, die wint deze finale. En dat kan dus door goede antwoorden te geven, want per correct antwoord gaan er 20 seconden af bij de tegenstander. De vraag gaat telkens naar de kandidaat met het minste seconde. Roep je stop, dan krijgt de ander nog de beurt en een kans om antwoorden te gaan geven. Er zijn telkens 5 mogelijke antwoorden, is duidelijk, hè? Mm-hmm. Oké, ik begin weer bij degene met de laagste score, dat is Henk. Hoe maak je wentelteefjes klaar? En we hebben het uiteraard over het gerecht. In de koekenpan. Ze gaan in de melk met een ei. Een beslag van de melk met een ei. En dan gaat er een beetje kaneel overheen. Een beetje suiker. En hij gaat dan met een beetje boter in de koekenpan bakken. En als dat niet zo is, dan breng ik de... Ik laat het hierbij laten. Dat is top. Ja, stop. Annemarie. Het zijn boterhammen. In de boter. Dat is brood, dat is goed. In de boter. Stop. Zoeken we niet. Je stopt ook. Waar we nog naar zochten was weken soppen. Ja. Het schijnt dat je het hele handeltje aan Ja, je moet hem even nat maken natuurlijk. Wij gaan verder met vraag 2. Let goed op, Henk. Jij staat op 53 seconden. Annemarie op 78 seconden. Ik begin weer bij de laagste in score. Dat ben jij. Dat betekent dat als je 4 van de antwoorden meteen goed hebt nu, heb je 80 seconden weggespeeld bij Annemarie. Dan ben je de winnaar van vanavond. Je moet dus doorgaan. Het woord Mars kan van alles betekenen. Wat zoal? Een planeet. Planeet is natuurlijk goed. Een lekkernij, een chocoladereep. Hè? Een marsmuziek, een stuk muziek. Goed zo. En je bent er bijna nog één. Een wandeltocht. Een militaire... Je hebt gewonnen!
Je hebt Annemarie helemaal weggespeeld. Ja, Annemarie staat op 0 punten. Henk Siegmacher heeft de finale gewonnen. Gefeliciteerd, Henk. Jij staat morgen in ieder geval naast Humberto. Zal ik hem krijgen. En dan zal je hem krijgen voor de slimste mensen ter wereld. Annemarie, ik neem afscheid van je. Nee. Fijn dat je er was, dank je wel. Henk zien we morgen terug. En natuurlijk de slimste mens nog steeds zien we morgen ook terug. En dan wordt Humberto Tan uitgedaagd door Alexander Pechtold. En misschien is hij wel de slimste mens ter wereld. Tot morgen. Dag. Thank you. Yeah. Yeah. Yeah.